Ik heb ook wel eens een investering gemaakt dat ik dacht, dit is hem. Dit gaat hem en dat je worden. En uiteindelijk dat gewoon je, alles kwijt bent. Dat tuurlijk, kan. maar dat hoort erbij. Dat is een stukje risico. Dat hoort ook bij ondernemen. Dat ga je ook tegenkomen. Hey, welkom bij Opencash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over geld verdienen. En de waarheid achter het verdienen van geld. Want heel veel mensen ambiëren een andere carrière. Het maakt niet uit wat het is. Of het nou gaat over traden. Of het nou gaat over vastgoed. Of het gaat over dropshippen, e-commerce. Iedereen wil vandaag de dag iets doen om bij zijn baas weg te kunnen en om lekker voor zichzelf te gaan beginnen. En ik snap dat. Op YouTube zijn er genoeg video's, genoeg dingen waarbij je dus gewoon letterlijk tegenwoordig zelf schilder kan je al zelfs worden via YouTube. Je kan alles leren via YouTube. En ik snap dat mensen dat leuk vinden en dat ze daar hun werk van willen maken, hun toekomst in zien. Maar het is wel heel belangrijk om, als je dat soort dingen wil gaan doen, na te gaan denken over een aantal puntjes. Waaronder, we trappen er maar gelijk af en we vallen maar gelijk met de deur in huis. Heel veel tijd investeren. Wees bereid om zeker een jaar van je tijd te investeren voordat je een klein beetje succesvol kan zijn in de tak van sport die je dan wil gaan doen. Of dat nou, wat ik net allemaal opnoem, vastgoed, e-commerce, traden, investeren. Het maakt niet uit wat het is. Je moet bereid zijn om alles hierin te gaan steken. En je sociale leven gaat ervan naar de kloten, want je vrienden zie je niet meer. Je bent alleen maar gefocust op jouw business, op jouw bedrijf, op jouw treden. En dat gaat je gewoon gigantisch veel tijd kosten. Dat moet je heel goed beseffen. Nou, weet je wat het is? Kijk, je moet alles gewoon als een losse onderneming zien. Het gaat, en dit filmpje gaat nog ineens over hoe je iets bereikt. Het gaat erom dat je het kan bereiken en waarmee je het bereikt. Want ben jij een trader? Heb jij een eigen webshop? Heb je een onderneming? Al deze punten kan je hierop terugvoeren. Dus het komt altijd op dezelfde basisprincipe neer. Als jij ergens geen tijd in steekt, dan komt er niks terug. Dat is waar. We nemen gewoon onszelf als voorbeeld. We hebben verschillende bedrijven, we hebben verschillende dingen. We investeren, we traden, vastgoed, crowdfunding. Weet ik veel wat we allemaal doen. Daarna hebben we ook nog een YouTube kanaal. Als jij ergens succesvol mee wil worden. Ik denk voor mezelf 80, misschien wel 100 uur, dat wij per week wel gewoon 80 uur per week. Week in, week uit, hè? Ja. Kost heel veel tijd. Die moet je er gewoon insteken. Die ben je gewoon kwijt. Ja, die ben je gewoon letterlijk kwijt. En dan moet je jezelf wel gewoon goed beseffen. Je hebt een vrouwtje. Misschien heb je zelfs een kind, wat het nog iets lastiger maakt. Omdat je toch ook niet alles op je vrouw af wil laten hangen. Dit kost gewoon gigantisch veel tijd. En dat is iets dat moet je van tevoren beseffen voordat je jaar gaat beginnen. Je kan dit niet gaan doen en denken, ah, dit ga ik even een uurtje per week doen. En dan ga ik langzaam dit opbouwen. Want dan ga je niet bereiken wat je uiteindelijk wil bereiken. En dat is heel veel geld verdienen. Want dat denken mensen altijd. En dan zeggen ze, het gaat niet altijd om geld. Ja, als je een business begint, als jij een bedrijf begint, gaat het wel om één ding. Dat dan is, wil je dat gewoon dat het succesvol is. Als jij een bedrijf begint met het idee, ja, het hoeft voor mij niet succesvol te worden, nee, dan ben je niet goed bezig. Met die gedachte ontwikkel je al het idee en begin je het bedrijf of onderneming of weet ik veel wat je wil doen. Jij wil succes en aan succes hangt geld. Want wat wil jij? Jij wil een gemakkelijker leven. Of dat nou met materiaal, spullen te maken heeft of iets anders. Ik wil bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Ja, wat heb ik daarvoor nodig? Geld. Ja. Vind ik dat dan leuk om de tijd te investeren? Ik denk dat je het wel leuk moet vinden. Want als jij het iets doet om alleen het geld en het niet leuk vindt, wordt het heel moeilijk. Maar tuurlijk ga ik niet. Oké, nou, vandaag deze week weer lekker 80 uur investeren. Het hoort er wel een beetje bij. Als jij niet investeert, dan ga je dat uiteindelijke doel ook niet bereiken. En ik snap ook wel dat dat het bepaalde beeld wat er geschetst wordt. Mensen kijken naar dropshippers die weer een Ferrari en een Lambo kopen en weet ik veel wat. En dan gaat het niet om dat ze kopen. Nee. Want als jij van materialistische dingen, wij vinden sommige dingen ook gaaf. Tuurlijk vind je, dat mag ook. Ja. Als je daar keihard voor gewerkt hebt, dan mag als dat ook. Als dat jouw doel is, dan ja, maar dan mag dat. Daar is helemaal niks mis mee. Dat is prima. Daar heeft diegene waarschijnlijk keihard voor gewerkt. Alleen het gaat erom dat je je daar niet blind op moet staren. Als jij dit wil doen, moet je weten, het gaat me heel veel tijd kosten. Het gaat me heel veel energie kosten. En een heel belangrijk puntje. Het gaat je ook geld
kosten. Je moet bereid zijn om geld te investeren. Want het gaat niet... Zonder geld ben je in principe nergens. Daarom zeggen we ook in andere video's ook... je moet een cashflow creëren naast je werk... om te zorgen dat jij je part-time onderneming... want zo begint het... succesvol kan maken. Daar heb je geld voor nodig. Zonder geld ben je in principe nergens. En moet je dan tonnen hebben om een succesvol bedrijf te kunnen maken? Nee, dat is absoluut niet waar. Mensen zijn allemaal ergens begonnen. En met die extra cashflow kan jij zorgen dat jij begint. Jij zegt altijd, als ik investeer, wil ik voor elke euro 3 euro terugkrijgen. Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook zo. En als je die 3 euro dan hebt, ga je die dan uitgeven? Nee. Die 3 euro, die ga je weer herinvesteren. En met die 3 euro creëer je weer 6 euro. En met die 6 euro creëer je er weer 12. En dat is in een notendop hoe een onderneming ontstaat en hoe het groeit. Heb je direct op dag 1 al tonnen? Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. En dat moet je gaan maken en dat moet je gaan creëren. Want succes is niet te koop. Nee, succes moet jij zelf gaan maken. Ja. Kijk, en in principe investeren, ondernemen, traden... Niets in het leven is gratis. Kijk, als jij automonteur wil worden, ja, dan zou je toch ook eerst echt een opleiding moeten volgen. En dat kost ook gewoon geld. Ja. In de basis is gewoon alles. Dat is het meer. Elke euro die ik ergens instop. En als het een goede investering is, dan weet ik al. Oké, ik ben dat geld nu even kwijt. Ik heb het nu geïnvesteerd. Maar ik krijg dat dadelijk 3-dubbel terug. Ja. En dat is echt gewoon een persoonlijk motto wat ik altijd aan haar handhaaf. Betekent dat trouwens dat alles gaat lukken? Nee, hè? Dat moet je wel in de gaten houden. Ik heb ook wel eens een investering gemaakt dat ik dacht, dit is hem. Dit gaat hem worden. En dat je uiteindelijk gewoon alles kwijt bent. Tuurlijk, maar dat hoort erbij. Dat is een stukje risico. Dat hoort ook bij ondernemen. Dat ga je ook tegenkomen. Maar dat is wel gewoon een belangrijk punt om rekening mee te houden. Ja, en je moet natuurlijk echt uit je koppertje gaan zetten, die get rich quick mentaliteit. Mensen willen altijd vol gas gaan en die willen het liefst volgende week een hele berg met geld hebben. En zo werkt het gewoon echt niet. We halen dat regelmatig aan en dat blijven we ook gewoon doen, want zo is het niet. Je hebt niet in een jaar tijd van werk voor een baas 40 panden in vastgoed. Zo kan het niet. Dat is onmogelijk. Altijd, maar dat vind ik ook altijd leuk. Stel je loopt ergens op straat of kennis of weet ik veel wat. En je zegt, ja, wat wil je laten worden? Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, ik wil wel miljonair worden. Ik denk, nou oké. Maar wat ga je daarvoor doen dan? Hoe bedoel je? Het loopt gelijk spaak, ja, weet je? Het is... Dat jij miljonair kan worden, A, wil worden. Dat kan. Je bent A en je wil naar Z. Ja. En wat er tussenin zit, dat weet je niet. Dat vergeet je. Nee. En het beeld wat gewoon geschetst wordt, dat is bij het traden denken ze allemaal schermen. En heel de dag money en lekker harken en doen. Een trader heeft ook wel eens een off day of een off week. Ja. Waarbij het gewoon niet loopt zoals het moet lopen. Nee. Maar als je structureel winstgevend bent en dat jaren vol kan houden, dat is het uiteindelijke eindresultaat. Niet een week traden. Nee. Zo werkt het niet. Nee. En dan zien ze de andere vastgoed mensen in video's. En die zeggen, ja, binnen een jaartje heb je 30, 40 panden. En dat kan allemaal makkelijk. En dingen. Dat kan niet. Dat is waar dit filmpje voor is. Dit is gewoon fair and square. Dit is gewoon eerlijk. Ja. Dit is hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En net als met e-commerce. Ja. Werkt dat? Ja. Het werkt. Als jij de tijd en dedication erin stopt. Als jij 100% dedicated bent, dan werkt zoiets. Absoluut. Tuurlijk werkt dat. Absoluut. Alleen mensen zien dan, deze maand heeft deze gast, die is net begonnen, hè? Ja. 10.000 euro verdiend deze maand. De mensen vergeten wel even, want ze zien alleen die 10.000 euro. Ze vergeten dat er btw vanaf moet. Ze vergeten dat er inkomstenbelasting vanaf moet. Ja. Ze vergeten dat er inkoop van de spullen vanaf moet. Ze vergeten dat er advertentiecampagnes vanaf moeten. Ja. En dan blijft er ineens een heel ander bedrag over van die 10.000 euro. En dan ga je dat geld dat overblijft, ga je dan nog een keer delen door de uren die je erin hebt gestoken. Nou, ik noem maar een 80 uur. Ja. In het begin ga jij gewoon, dat is gewoon een feit, in het begin verdien jij gewoon minder als minimumloon. Ja. En dat is gewoon en dat is met elke onderneming, dat is met elke investering. Als jij klein begint, en je bent nog aan het opschalen, ja, dan verdien je gewoon peanuts. Ja, en kan het uiteindelijk succesvol worden? Absoluut. Welke tak van sport, welke richting jij ook kiest, dat kan. Ja. En jij moet daar zelf voor gaan zorgen. En er is nergens een papiertje als je gaat beginnen waarbij je kan tekenen dat je de garantie hebt dat het ook maar slaagt. Nee. Want er zijn geen garanties. Succesvol worden in wat voor branche of wat voor onderneming dan ook.
Dat kan, maar een garantie heb je nergens gewoon. Ja, maar wij hebben ook wel eens projecten of een bedrijf opstarten of een investering doen. Ja, ik heb al zo vaak failures meegemaakt, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Het gaat er natuurlijk ook om een beetje risk afdekken, maar die tegenslagen, die gaan er komen hoor, gegarandeerd. Nou, gegarandeerd meemaken. Dat soort reacties krijgen we ook vaak op de video's. Nou, we hebben laatst een video gemaakt over crowdfunding. Kregen we ook gelijk een reactie, geloof ik, van ja, maar crowdfunding is hartstikke gevaarlijk, want als het fout gaat, ben je geld kwijt. Ja, dat is het risico wat eraan vastzit. Ja, als een bedrijf waar jij in geïnvesteerd hebt, kijk, je doet altijd wel je onderzoek. Ja. Weet je, aan je onderzoek is ook geen garantie, maar weet je dan alles wat er geldt en zelf binnen een bedrijf? Nou, niet, je kan nooit 100% weten hoe het zit. Maar feit is wel dat als je met bijvoorbeeld crowdfunding investeringen doet, dat je je geld kwijt kan raken als zo'n bedrijf klapt of iets dergelijks. Dat moet je ook beseffen. Dat zit er gewoon in. Ja, maar met een onderneming niks anders. Kijk, als jij een webshopje start en je denkt, ja, ik vind dit het gouden ei, dit is het magische idee. Ja. Als het niet aanslaat op de een of andere manier, kan het ook mislukken. Ja. Dus hou daar wel rekening mee. Je moet rekening houden met tegenslagen. Je moet ook echt doorzettingsvermogen hebben. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Er is ook in elke onderneming of als trader of als weet je wat, je hebt altijd een bepaalde groeifactor. En die gaat meestal in het begin lineair. Dus je maakt lekker stap in het begin. Maar er is altijd een drop-off point. Een soort muur waar je tegenaan loopt. En dan kom je gewoon even niet verder. Het zit niet mee en het loopt helemaal niet zoals het hoort. En dat zien we bij heel veel mensen. En het is juist dat je dan dat doorzettingsvermogen moet hebben om voorbij dat ene punt te komen. En we zien daarna dat er dan juist weer extra groei in komt. En dat soort barrières, dat ga je in de traden tegenkomen. Die ga je bij het ondernemen tegenkomen. Dat is gewoon universeel. Dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Ja, wij merken het nu bijvoorbeeld heel veel in Discord met heel veel mensen die al meer dan een jaar, misschien zelfs 2 jaar, bij ons zitten. En die zeggen nu, nou, ik heb de laatste tijd echt zoiets van, ik zit nu op een punt dat ik echt begrijp hoe of wat. Dat ik echt gewoon kan zeggen, nou, de druk is eraf. Ik maak structureel winst. Het puzzelstukje is wel op de juiste plek. Het kwartje is wel gevallen nu. En dat moet je niet verwachten dat dat na een week komt. En je ziet op een gegeven moment vanzelf, de mensen komen bovendrijven die dat doorzettingsvermogen hebben gehad. Die enigszins stressbestendig zijn geweest. Want je gaat een hoop stress ook meemaken. Dat hoort erbij. Emoties. Dat hoort erbij. En dan hebben we het niet alleen over traden, maar overal zitten emoties bij. Want het heeft altijd met geld te maken. En een grote investering of een grote trade maken voelt misschien eng. Kijk, bij traden kan je dan enigszins je risico afdekken doordat je van tevoren wel weet wat je verliest. Maar met het investeren, het is altijd een risico. Er komen altijd emoties bij kijken. En je kan je emoties niet afsluiten. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, met traden geen emotie. Zeggen we ook wel, je moet je emotie proberen te onderdrukken. Maar emotie is er bij iedereen, bij ons ook. Iedereen heeft emotie. En er is bij ons ook wel eens een trade waarin je denkt, als deze gaat, dat is een knor. Maar je moet daar niet je plan door gaan veranderen. Nee. Dat er emotie is, dat is helemaal niet erg. Maar hoe ga je ermee om? Hoe controleer je die emotie? Zorg je dat je je nog steeds aan je plan houdt? Of ga je stoplosses verschuiven of entries veranderen, et cetera? Emotie is niet eng. Emotie is er, maar je moet het wel controleren. Het hoort erbij, je moet er ook mee omgaan. En je moet het ook niet uit de weg gaan. Dus die stress die gaat er gegarandeerd komen. Als jij bezig bent met een project of een onderneming, je hebt misschien wel maanden die 80 uur per dag geïnvesteerd. Je hebt er misschien zelfs ook nog wat geld geïnvesteerd. 80 uur per dag is een hoop. 80 uur per week. Maar en dan er is een kans dat het niet aanslaat zoals jij denkt. Dan moet je een stap terug doen. Dan moet je altijd overzicht bouwen. Evalueren, waar gaat het fout, waar kan het beter? Het verbeteren en doorgaan. Ja. Je kan niet achterover gaan leunen. Het komt je niet aanwaaien. Nee, absoluut. Nogmaals, succes kan je niet kopen. Succes kan je nergens krijgen. Je moet dat gewoon zelf creëren en daar kan je voor werken. En dan is alles mogelijk. Wat je ook wil gaan doen. Ja. Welke richting je ook op wil. Het ligt uiteindelijk aan jou. En de bal ligt bij jou. En wat jij ermee doet, dat is helemaal jouw keus. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje, dat brengt de video weer wat hoger in YouTube. Druk je op het belletje, dan krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerprogramma, ons Discord kanaal, de supportlinks. Alles staat op de website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Laters.